Hoi, vandaag is het 24 maart en vandaag is het de Nationale Dag van de Muziek. Dus ik dacht, hé, dat is leuk. Ga een muziekinstrument tekenen. We kunnen natuurlijk ook gewoon een muziekinstrument bespelen. Even kijken of die het doet. Ik heb hier namelijk een gitaar staan. Zou die dat doen? Zo. Volgens mij moet hij heel erg gestemd worden. Klinkt van geen kanten. Dat klinkt niet goed. Laten we het maar gewoon gaan tekenen. Dat lijkt me verstandiger. Doe je weer mee? Dan gaan we muziekinstrumenten tekenen in plaats van spelen. Ja, muziekinstrumenten. Nou, we hebben net een gitaar gezien. Hoe ziet zo'n gitaar er ook alweer uit? Ja, een soort Barbapapa figuur. Komt niet zo heel nauw. Let op dat gat, dat zit hier, dat zit niet hier. Of hier wel, die snaren aansluiting. En we hebben dan hals van de gitaar en die komt wel tot hier. Dus die komt, begint niet hier, maar die begint hier. Zo, en dan zit daar nog een... zo'n knoppending aan om die... knoppen ook te stellen, hè, van de gitaar. Hop, hop. Zesnarige gitaar. Zo, we houden het gewoon simpel. Dan zit hier van die fretjes op. Dat heet zo. Ja. Het zijn geen ratten. Fretjes heten ze. Nou, dit is het gat in de gitaar. Maar er lopen ook nog snaren op die gitaar. Zo. En die lopen daar ook heen, zo. Helemaal naar het uiteinde. Dat hoef je niet allemaal te tekenen hoor. Het gaat om de suggestie. Hè? Kijk, en dan hier. Laten we eens een beetje wit. Zo. En goed. Nou, dan misschien nog leuk om hem wat diepte te geven. Zo. Muzieknootje erbij. Een G-sleutel. Nou, dat is niet helemaal goed, geloof ik. Maar goed. Een gitaar. Ja, ik kan ook zeggen, we gaan een saxofoon tekenen. Dat is een beetje ingewikkeld. Ik speel zelf saxofoon. Maar daar zitten zoveel knopjes op. Dan kan je dat wel simpel weergeven. Ja, dat is een hele simpele saxofoon. Zo. Een stuk. Zo, dan doen we hier gewoon zo. Hier wat kleinere mondstukjes, zo. Kijk, dan weet ook iedereen dat het een saxofoon is natuurlijk. Ja, en daar de noten uit. Of dat hij een beetje vals speelt, zie je. Nou, zo. Dat is een saxofoon dan. Ja, muziekinstrumenten. Ik kan wel een trommel tekenen. Zo. En dan een trommelstokje erbij. Zo. Twee trommelstokjes. Zo. Een trommel. Nou, probeer zelf ook wat muziekinstrumenten te vinden en te tekenen. Misschien heb je zelf een instrument. Probeer dat eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.